Goedemiddag, dames en heren. Het is stil. Vandaag, 4 mei, herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en zij die zijn omgekomen bij vredesmissies overal ter wereld. We staan stil bij het leed, het geweld, de angst en de wanhoop die mensen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Pijn is universeel. Ze is in 75 jaar nog niet eerder zo dichtbij, onder ons en zo zichtbaar geweest als nu. We verkeren wereldwijd in een ongekende werkelijkheid, waarin vrijheden en zekerheden van het ene op het andere moment zijn weggevallen. Miljoenen mensen over de hele wereld beleven bezorgde weken en maanden. Het verdriet over het verlies van naasten, ver weg en ook hier in onze lokale gemeenschap is groot. Het is stil. We herdenken de onvrijheid die wij hebben ervaren, het gevoel bezet te zijn en niet te kunnen zeggen of doen wat je wilt. Waarbij het niet meer telt waar je goed in bent, waarvan of van wie je houdt. 4 mei betekent stilstaan bij de verschrikkingen van oorlog, van leed dat mensen elkaar aandoen, stilstaan bij de betekenis van verraad, collaboratie, onderdrukking en repressie. In Akersloot is de oorlog op een bijzondere manier geëindigd. Het waren jaren geweest van kommer en kwel, gelijk aan elders in het land. Leven in angst voor de bezetter, leven in verzet. De Duitse bezetters hadden langdurig in het dorp gebivakkeerd en hielden de hele tijd de bevolking in de gaten. Bewegingsvrijheid had niemand. Er waren razzia's geweest. Veel mannen waren opgepakt. Zelfs toen Nederland was bevrijd, konden veel Akersloters dat niet vieren, omdat zij nog vastzaten in de arbeidsdienst ergens in Nederland tot in Duitsland. De Akersloters die in het dorp waren, leden honger. Het schaarse voedsel dat er was, werd gedeeld met de vele hongerige voedselzoekers uit de stad die aankwamen voor eten en onderdak. Het dorp was koud en kaal doordat de bomen waren opgestookt voor wat warmte. Groepen vluchtelingen vonden onderdak in Akerslooterhuizen. Bewoners namen deze mensen op. Huizen werden ter beschikking gesteld. Op weer andere plekken zaten onderduikers. Zij konden de straat niet op totdat de oorlog voorbij was. En als Nederland dan op 5 mei eindelijk officieel bevrijd is, is er in Akersloot nog geen geallieerde te bekennen. Dat gebeurt pas 4 dagen later, op 9 mei. Die dag komen alle Akersloters bijeen bij het raadhuis. Zij komen daar samen om de bevrijding te vieren. Overal wapperen vlaggen en oranje linten. De bewoners van het dorp besluiten ook een krans te leggen bij het graf van de Amerikaanse vliegenier Arthur Humphreys. Die ligt begraven op de begraafplaats bij de hervormde kerk. Leden van de Akersloter Ondergrondse en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten organiseren deze kranslegging. Aanvankelijk wordt op die 9e mei nog geen enkele geallieerde soldaat in Akersloot gesignaleerd. Wel trekken er Canadese troepen op vanuit de Zaan via Uitgeest richting Alkmaar. Het is op het moment van de kranslegging bijzonder druk bij het raadhuis, als tijdens het zingen van het Wilhelmus een jeep het dorp komt binnenrijden. Het wordt stil. Alle ogen zijn gericht op de bestuurder. Het blijkt te gaan om een Canadese verkenner. Deze man wordt als een held en bevrijder binnengehaald. De soldaat deelt handtekeningen en sigaretten uit. Hij is de uitverkorene die de krans mag leggen bij het graf van Arthur Humphreys. Met de komst van de Canadees voelt Akersloot zich echt bevrijd. Dank u wel.